We zijn hier in Zwolle bij een project van de Gelderse Houtbouw. Het betreft hier een houtskletbouw mantelzorgwoning. Die wordt gerealiseerd naast de hoofdwoning. Daarvan zijn ongeveer 90% van de elektrische installatie is hetzelfde. En per woning is ongeveer 10% is verschillend. Dus dat is maatwerk eigenlijk. Nou, het systeem werkt door in de ruwbouwfase, daar waar alleen de houtskletbouw nog staat, kabels aan te brengen met de stekkers er al aan vast. En dat gaat eigenlijk heel erg snel door een aantal gaten te boren in de balken, waar je eigenlijk kant en klaar de kabels al in hangt. Vervolgens komen we in een latere fase in de bouw, wanneer de wanden eenmaal zijn gesloten, komen we terug om de gaten te boren waar later alle stopcontacten en schakelaars komen te zitten. En die stopcontacten en schakelaars die zijn ook weer uitgevoerd met een stekker of met een contrastekker. Nou, op die manier steken we eigenlijk alles in elkaar. Ben je eigenlijk heel weinig tijd kwijt met het aanbrengen van alle kabels en alle armaturen en alle dozen die ervoor nodig zijn. En dat gaat bij dit project heel snel. We hebben in de eerste fase ongeveer een dag gedaan om alle kabels aan te brengen. En in de tweede fase ook ongeveer een dag om alle dozen aan te brengen. En wij zijn nu vandaag eigenlijk bij de derde fase aangekomen. En dat is waarbij we alles op spanning gaan zetten. De meterkast ook gaan installeren. En ook de meterkast is ook weer voorzien van het stekenbare systeem. Dus de meterkast zelf ophangen en aansluiten was eigenlijk ook maar 10 minuten, kwartier werk ongeveer. En dan zetten we vandaag de installatie onder spanning. En dan is op die manier hebben we eigenlijk een hele korte doorlooptijd. Weinig bezoeken die we hier moeten brengen. Ook is de kennis van het technisch personeel wat je nodig hebt, die hoeft minder hoog te zijn, omdat je eigenlijk nooit met je schroevendraaier of met je handen bij een draad moet komen. En dat is wel een groot voordeel van dit systeem, omdat technisch personeel is gewoon heel moeilijk te vinden. Ja, samenwerking met Atema vind ik heel erg goed. Ze zijn met een aantal mensen komen kijken bij de eerste woning die wij hebben gerealiseerd. Daar was ook de productmanager aanwezig en die heeft mij ook bevraagd van goh, wat is er nou opgevallen? In positieve zin, maar ook heb je suggesties voor verbeteringen? En ik heb het idee dat daar heel serieus naar wordt gekeken. En de eerstvolgende projecten die we gaan doen, onder andere dit project, zijn ze nog steeds betrokken. Dus het is, ik zou zeggen, ja, fijne, prettige, snelle communicatie. Als we problemen hebben, heb ik een direct nummer, kan ik bellen, krijg ik ook antwoord. Dus wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar.